Goedemiddag. Goedemiddag. Ziet er weer mooi uit hier? Ik heb mijn best gedaan. We zitten hier natuurlijk midden in Amsterdam, Volksbuurt. Ja. Wat wordt hier nou heel veel gekocht? Wat voor producten? Stoofvlees. Hoofdzakelijk heel veel stoofvlees. Ja? Stoofvlees en biefstuk. En hoe komt dat dan eigenlijk? Ja, dat is makkelijk. Je kan er een hele pan vol van maken en dat is gewoon voor de hele week. Dat is gewoon handig. Klinkt allemaal heerlijk, maar daar kom ik niet voor. Nee. Ik heb een hele kip nodig. Een hele kip? Een hele mooie, blije Ilperkip. Deze heeft gewoon een heel goed leven gehad. Dit is een lekkere kip. En daarom is hij heel blij. Dat is een hele goede kip, ja. Als je er goed naar luistert, hoor je hem nog lachen. En ik heb jodenhaas nodig. Ja. Wat is dat? Dat is het mooiste en het zachtste stukje uit de runderschouwen vandaan. Daar ben je nog niks wijzer, hè? Nee. Wil je het zien? Ja. Nou, dan moet je mij naar achteren. Oké. Okay. Hier heb ik iets waar jij naar op zoek bent. Dat zie je nog niet, maar dan gaan we zo meteen handje dat laten zien. Hier heeft het schouwenblad gezeten. Hier het gewricht waar, zeg maar, waar die mee in de schouwen vast zit. Dan zie je hier wel iets wat grof van draad is. Daar maken we wat stoofvlees van. En dit gedeelte, dat heb jij nodig. Dit is de jodenhaas? Ja, diamanthaas noemen we dat tegenwoordig. Oké, en wat is specifiek dan een diamanthaas? Het is het zachtste stukje uit de voorkant vandaan van de koe. Het is super zacht en super lekker van smaak. Nou, ik ben verkocht. Dat is mooi. Daar wil ik graag wat lekkers van hebben in ieder geval. Dat is goed. Wil je nog zien hoe ik het uit elkaar snij? Ja, natuurlijk. Oké. Okay. Zo, kijk, en nu zit hij los en deze heb jij nodig. Maar deze moet nog schoongemaakt worden en ik heb voor dat ik ze schoon liggen voor je. Dan heb ik nog twee varkenshaasjes nodig, maar daarvan weet ik inmiddels waar het zit. Dus, Nou, doe dan gewoon voor in de winkel. Oké. Okay. Dus daar komen we wel uit. Eén tas deftig vlees voor meneer. Heerlijk, dat is weer eens wat anders dan alleen maar stoofvlees. Helemaal goed, hè? Hey, bedankt. Doei. Doei. Doei.